Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlein Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En allereerst wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor alle nieuwjaarswensen. Jullie hebben heel veel nieuwjaarswensen naar mij toegestuurd en ook naar de mensen die ook kijken. Heel erg leuk om zo positief het jaar in te gaan. Dankjewel daarvoor en heb je een reactie geplaatst, heb je ook automatisch meegedaan met de winactie waarbij je kans maakte op een heel mooi pakket van Oasis. En die winnaar komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en zorg ervoor dat het mooie gevulde pakket jouw kant op komt. En dan gaan we vandaag ook weer aan de slag met een heel mooi product van Oasis Bio. Namelijk ook veel aangevraagd, een hart. En die gaan we mooi opmaken. Je kan hem mooi neerzetten als tafelstuk of ja, misschien heb je wel een speciaal iemand waarvoor je het wil maken. En dat kan natuurlijk ook. En ik ga vandaag laten zien hoe je hem eigenlijk op verschillende manieren naar eigen wens kan opmaken. Ik ga jullie wat ideetjes geven en ik laat natuurlijk ook een heel mooi idee zien. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Nu bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dat vind je onder het kopje cursuspakketten. En dat gezegd hebben, zou ik zeggen, laten we gewoon gauw gaan beginnen. Ik hou jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb dus het prachtige hout van Oasis Bio, de biologische versie. Dus daar waren jullie sowieso heel enthousiast over. En wat je kan doen is, je kan het hout natuurlijk gewoon helemaal vullen met bloemen. Je kan hem halverwege doen. Je kan aan beide kanten een toefje doen. Ik ga hem vandaag opmaken waarbij ik hem een deel bedek met mos. En dan hier een mooie lijn maak met bloemen. Maar je kan bijvoorbeeld ook kiezen om bovenin toefjes te maken. Doe daar gewoon in je eigen ding. Allereerst ga ik daar alvast mee beginnen om de basis weg te werken. En zo te bevestigen dat we weten hoe we moeten steken. En dat doe ik met mos. Ik bevestig het mos met krammetjes om de krans heen. Ik begin even aan de buitenzijde. En je kan het natuurlijk op een mooie schaal leggen. Of misschien wil je hem wel zo ergens neerleggen. Kan ook. Je kan hem ook op een pin steken eventueel. Als je hem rechtop neerzet. Zoals je kan zien heb ik een mooie basis gemaakt. Ik heb hem aan deze kant een smalle baan en aan deze kant wat voller. Het lijkt nu misschien nog een beetje gek, maar straks gaan we mooi vullen met bloemen. En daardoor ga je ook nog mooi dat lijnenspel krijgen, zodat het hart er nog mooier in komt te staan. Dus daar gaan we mee beginnen. Je gaat het hart verfijntjes en kleurrijk opsteken. En dit doe ik mooi gemengd met verschillende fijne bloemetjes. Waaronder trosroosjes, maar ook mooie disteltjes, ranonkeltjes. En ga zo maar door. En ik volg zo mooi de lijn van het hart, zodat we dat mooi versterken. Dus dat je die vorm er extra mooi in krijgt. Zoals je kan zien heb ik een hele mooie baas gemaakt. Hier steekt het mos nog iets uit. Dus dat ga ik nog even iets verder vastmaken met krammen. Zodat het mooi stevig en de vorm er mooi in houdt. En dan gaan we met verschillend bladwerk, zoals berengras, maar ook asparagus, de vorm er nog sterker in maken. Is altijd heel mooi sierlijk en het laat ze even een beetje aan de buitenkant langslopen naar beneden met het hout mee. Je kan ook voor kiezen om juist het bladgroen aan de andere kant te doen. Dan gebruik ik aan deze kant de zuiderwindlelies en die laat ik ook meelopen, zodat de vorm van het hart er extra mooi in blijft. En ik zet het vast met een krammetje onderaan. En dat versterk ik nog een keer door een klein beetje berengras toe te voegen. En dat kan je eventueel ook aan de andere kant doen. Ik steek het berengras er dan los in. Dus niet in trossen tegelijk, maar echt los. Dit zodat het mooi sierlijk en fijntjes door blijft lopen. Een heel speels, luxe en verfijnd effect. Ik vind het ook leuk om eventueel een vlechtje erbij tussen te doen. Dat kan je ook met berengras doen. En je zou het eventueel ook aan de andere kant kunnen doen. Maar omdat deze al mooi aanwezig is, laat ik deze zo. En dan aan die kant doe ik wat meer de berengras. Maar daarin kan je gewoon zelf spelen wat je leuk vindt. Als je een vlechtje wil maken, plaats dan 3 berengrasjes bij elkaar. En dan vlecht je eigenlijk zoals je normaal ook vlecht. En aan het eind zet ik het dan gewoon weer vast met een krammetje. Ja, en kijk hoe prachtig dit dan lijkt. Heel erg tof. Mooi en luxe. Een geweldig hart. Ja, en als dit dan geen geweldig apart hart is, dan weet ik het ook niet meer. Kijk hoe mooi. Juist door de rust van het mos komen de bloemen heel mooi tot zijn recht. En ook het lijnenspel maakt het helemaal af en maakt het ook nog eens apart. Ja, echt heel mooi om op deze manier de bloemen te verwerken. Wil je dit nou zelf maken? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Je kan hem in deze kleurrijke versie maken zoals ik hem heb gemaakt. Wat ik echt prachtig vind. Maar zeg je van ik wil graag een andere kleur, dan kan het ook. Kan je gewoon aangeven. En je kan eigenlijk ook de gewenste datum gewoon aangeven. Goed, ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien jullie maar de volgende keer weer. Doeg!